Ter voorbereiding op de Grand Prix van Nederland, die op zondag 25 augustus verreden werd, is altijd één keer per jaar een weekend gereserveerd voor de Formule 1 teams voor de bandentests. Daar Stefan Bellof met een primeur op Zandvoort voor het eerst werd gebruik gemaakt in de Terrell van de Renault motor. Nelson Piquet bij het uitaccelereren van de Tarzanbocht en Niki Lauda. Werelds bekendste Formule 1 coureur Niki Lauda dus ook aanwezig tijdens de bandentests op Zandvoort. En ook deze man, Keke Rosberg. Ook Ayrton Senna da Silva was aanwezig. De man die getipt wordt voor het wereldkampioenschap in 1986. Hier Piercarlo Ginzani. Ginzani die het team van Osella heeft verlaten voor welke zijn plaats ingenomen werd door de Nederlander Huub Rotengatter. Deze dagen zijn voor de technici en rijders van groot belang om de wagens optimaal af te stellen voor de race van eind augustus. Naast het zoeken naar de juiste banden en de keuze van bepaalde schokdempers wordt tevens aandacht gegeven aan de juiste versnellingsbakverhoudingen. Voor de toeschouwers een ideale gelegenheid om een en ander van dichtbij te bekijken. Kijk je bij het Renault-team van Derek Warwick. En dan gaan we eens even een kijkje nemen wat er allemaal voor nodig is om een band op een Formule 1 velg te krijgen. De band wordt ondervellig gemonteerd. Zal dan zijn volgende station aandoen. Gevuld worden met lucht. En dan zullen daarin in de velg, in de rand van de velg, een drietal speciale schroeven gemonteerd worden. En die moeten ervoor zorgen dat de band niet meer van de velg af kan. Ook zorgen deze schroeven ervoor dat tijdens het accelereren de velg niet gaat draaien in de band zelf. Op de uitbalanceermachine en dan zou deze band theoretisch klaar zijn om op de wagen gemonteerd te worden. Maar dat moet nog even wachten, want inmiddels is het gaan regenen. Het was af en toe slecht weer tijdens de bandentests. Een aantal wagens besloten niet meer naar buiten te gaan in de regen, maar natuurlijk wel de topmannen zoals hier Niki Lauda. En daar zag u duidelijk het verschil van profiel op een slik of een regenband. Daar Keke Rosberg, ongetwijfeld een van de spectaculairste Formule 1 rijders en u kunt dat zelf zien. Ook Ayrton Senna was volop aan het trainen in de regen. En let u vooral op de spray van water die daar achter de wagen vandaan komt. Niki Lauda zelf. Er werd bijzonder druk getraind door deze mannen. Omdat de race die eind augustus gehouden zou worden van groot belang was voor de kampioenschapstand. Lauda en Prost waren namelijk zwaar in gevecht gewikkeld om die koppositie in het wereldkampioenschap. Daar nogmaals Keke Rosberg en let u vooral op het doorspinnen van de wielen. Fantastisch fraaie geluiden bij het opgaan van hun rug bij Keke Rosberg. En wij zijn inmiddels aanbeland bij Niki Lauda. Er wordt in de Formule 1 gebruik gemaakt van diverse soorten motoren. Lauda rijdt natuurlijk met de Porsche TAG motor. Hier een duidelijk beeld van hoe een Formule 1 coureur in zijn bolide zit en daar die TAG-motor. Uiteraard zijn er natuurlijk ook andere merken zoals de BMW-motor die gebouwd is in de wagen van Nelson Piquet. Het bandentestweekend is een zwaar weekend voor de monteurs. Zij moeten continu sleutelen, continu versnellingsbakken onder de wagen vandaan halen, andere schokbrekers monteren, andere versnellingsbakverhoudingen. En hier een kijkje bij het team van Renault,
waar de inspuitcomputer geprogrammeerd wordt. Daar Derek Warwick, die samen met de teammanager nog even de versnellingen doorneemt. En daar dan de versnellingsbak. Vele verschillende soorten tandwielen worden er in zo'n weekend uitgeprobeerd om te kijken met welke versnellingsbakverhoudingen de mannen hier de baan zo snel mogelijk af kunnen leggen. De wagen moet goed oppakken, hij moet goed kunnen schakelen en de wagen moet zo min mogelijk bij het overschakelen toerenverval hebben. Hier een kijkje bij het Skull Bandit team. Daar Derek Warwick die nog wat benzine krijgt en daar de Nederlander Huub Rothengatter. Rothengatter die op Zandvoort met de Ozella voor het eerst aan de start verscheen. Hij maakte tijdens de bandentestweekend op vrijdag bekend dat hij zaterdagochtend met zijn Formule 1 wagen naar Zandvoort zou komen. Daar Stefan Belhoff door het bos uiteen. Ook een bijzonder goede rijder. En hier Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, de 41-jarige Fransman. Maar hij is nog steeds bijzonder snel. Aan het eind van de bandentestdagen worden er altijd een setje zogenaamde qualifiers op de wagen gemonteerd. Dat zijn zeer zachte slicks en die moeten er dan voor zorgen dat de wagens een bijzonder snelle trainingstijd neer kunnen zetten. Niet dat het van belang is, maar ze willen toch graag even weten wat ze op een gegeven moment in de trainingen kunnen doen. De qualifiers gaan ook maar zo'n 3-4 ronden mee. In maar liefst zo'n 80% van alle Formule 1 wagens zit een fantastisch Nederlands product. Dat Nederlands product is de Koni schokdemper. Wij nemen een kijkje in de speciale bus die het Formule 1 circus het hele jaar volgt van de firma Koni. De Koni schokdempers zijn gedeeltelijk met olie en gedeeltelijk met gas gevuld. En dat gebeurt allemaal in die bijzonder fraai uitgevoerde en bijzonder goed geoutilleerde bus. Daar het inbrengen van de plunger. En hier het vullen van de schokdemper met een gedeelte gas. Dan is de Koni schokdemper klaar om getest te worden. Speciale apparatuur is allemaal aanwezig in de bus en de schokdemper wordt tot het uiterste afgesteld. Iedere team heeft daarover zo zijn eigen wensen, maar de techneuten van Koni kunnen daar allemaal aan voldoen. Kijk je bij het team van Tyrrell waar ze de wagen van Stefan Belhoff aan het uitlijnen zijn. En daar wordt door de firma Goodyear een setje banden afgeleverd. Bij Rothengatter gaat het vullen van de benzinetank nog op de ouderwetse manier. Keke Rosberg in gesprek met de teammanager. En daar Derek Warwick. Een snelheid van 266 km per uur maar liefst op het rechte stuk. Terwijl hier de wagen van Ayrton Senna gestart wordt. U ziet dat gebeurt door middel van luchtdruk. Ook Rosberg heeft weer plaatsgenomen in zijn wagen. En daar is Nelson Piquet. Daar een koelertje voor de turbo, dat wordt speciaal aangesloten. En de mannen bleven maar trainen tijdens de bandentests. Niki Lauda door bos uit. Daar Ken Tyrrell die de hele boel in de gaten houdt over zijn rijder. En dat is dan in dit geval Stefan Belhoff. 281 km per uur voor Rosberg op het rechte stuk. Bijzonder hoge snelheid, maar Rosberg die heeft zelf ooit verklaard dat hij de baan van Zandvoort een van de fijnste banen vindt om op te rijden. Rosberg was inmiddels al op qualifiers hier de baan op gegaan en kijk eens, hij heeft werkelijk iedere centimeter van de baan nodig en het gaat bijzonder hard. De qualifiers gaan maar 3 ronden mee zijn van het zachtste rubber wat er bestaat. Maar ook deze man, en dat is Nelson Piquet, zal op qualifiers op een gegeven moment de baan opgaan. Hij zou een bijzonder snelle tijd neerzetten
van 1 minuut 11 seconden en 1900ste. En u kunt zo direct bij het opgaan van hun rug zien door de zwarte rook dat de turbo inderdaad vol open staat. De rondetijd die Nelson Piquet neer zal gaan zetten is de snelste ronde die ooit verreden is op het circuit van Zandvoort. We hopen dan ook niet dat het de laatste keer is dat we die snelle bolides hier op Zandvoort gezien hebben. Het was een fantastisch mooi weekend en dat was dan natuurlijk de Formule 1 bandentest.